Aanpassen met mij. Wil ik met u twee teksten deel. Dan hoor ik je samen met het horen opkouw. Die gedachte, eerste een wat ik van u geest, die heks vreemd. Toen was de benen die kan doen aan u zaak. Jesaja 43 vers 1. Jesaja 10, Mona, die zit aan, Mona, die zit, Haga, die zit aan het hart, en het aas die kon op wat horen zaak. Zo spreekt die Heere, dat jou nee, moet schermen. Nee, die kon niet door aan die zaak. Wees niet, maar wees niet. Dat nou. Want ik heb jou verlost. Die lage in Oretje boeken. Ik heb jou bij jou naam. Die lage in Sakrotie. Jij is mijn. Niet ja. En hij die breed tekst. Die Heere het een welgevallen aan jullie gehad en jullie uitverkies. En om je samen te ontwikkelen, omdat jullie meer is als al die andere volken. Nou, al die gaan doen, kun je de maïtje? Want jullie was die geringste van al die volken. Nou, die wijgen, je zal de bestheid uit die koud doen, je heid. Mijn thema voor die boodschap vandaag. Die kijk, die... En ons grootouderling graf afvraag. Nee, het is een kijk, ons oudraam, die oudraam, oudraam, die oudraam, die oudraam. Is een fout, na zijn dienst geroepen. Op zijn manier. En die trouwen. En al was hij niet bekend, zoals ons alle mensen niet, heeft God hem op zijn manier gekend. Zie dat er niet een kans had, maar ik heb geen ene wat geld over je naam. En ons weet maar het woord van God, maar apostel Paulus wordt die ab van een dienaar en van een ouderling aan Timotheus. Zie dat kan apostel Paulus daar. Kijk, je was in de schouw, maar kijk, je was kratje, maar kijk, je was niet ouder. Die plichten en die werk van een ouderling. Moet hem af, niet schouw, zit niet rondomsklaar. Of het een man of een vrouw is. Daar is gas, alles gas in. Als God over zijn zaak geroepen. En op dat einden, en op wat kijk je op? Dan is jij geroepen. Want je kan ja. Nou, ik wil maar eerst story vertellen. Als ik hier vanaf af en dan moet ik move as a police officer. En we need to mind the sense of discipline. Nou, wat vertelde ik? Dat is door. Massa. Het was een sterk en jong leraar. Ja, ik heb je iets in deze aanraad. En wat je barango. Jorabo Kana. En ik heb een groot cameraman ontmoet. Zeg je, kijk maar, goed maar wat ik hou. En zijn jaren. Maar hij was altijd uitgevat. En hij had altijd kerk toe geloofd. Zit je pas als ik in de kerk kom. En als hij maar kerk toe loopt. Zit daar kerk in kerk toe. Dan wordt hij zilver haar zo mooi. Op je naam, je gaat toe naar kerk. Hij gaat zich om je hassen. Kan me hassen. En als die oude man loopt. Zit daar die oude man wat kom. En dan kom altijd in mijn stilte. Dat is het.
En die wereld houdt van renaming. Hij wil geven jou andere namen, lieve gemeente. Soms ook namen wat jij als je hoort, jouzelf ook niet meer zo lekker kent. Ja, die komt niet uit, ja, dat is een klein dramatie. Soms wordt je genoemd Maria. Maria, misschien een beetje alsof je dief is. Andere ene was in ons Tamara locatie, daar ook een kant genoemd. Annie Maria. Andere ene was genoemd Annie, dat je Maria op dief. Hij noemt ons soms Trouwkooi. Kom, iedere tijdje, kom. Maria. Baie andere namen. Goeie onde. Lena. Maria, kom je op die straat. Maria, hoe eerder? Eerlam. Wat heb je die tijdje? En als je die namen lijst. Zet dat niet onder dan. En jij jezelf ook in die namen. In plaats. Zit je zat uit je net onder de grond, meisje nog? Dan beginnen we eens later naar hier die namen mee. Zit je dan net onder de grond, meisje nog, man, meisje nog? Hoe rot je squeezer? Hoe dan? Nou, dat is nog niet hier. Nee, weet je, daar heb je net zo om je draai om. Die is daar rond. Hij draait je om en hij maakt je anders om. Een profeet Jesaja. Profeet Jesaja. En een andere profetie die we met hoef te krijgen. Nee, profetie kan je maar zo. Lieve gemeente. Nou, wat nam ze aan de wat ze. Ja, klopt niet. Hallo, jongens. Zij doen van de wie. Zij doen goed. Zwak boy. Zwak boy. Zijn ze dochters van God. Waar? Die zit al toen in. Die profeet. Profeet. Breng een krachtige boodschap. Zij doen van Jesus en ik wil hou. Die wereld ligt. Goed. Die duivel ligt. Waarom? Die duivel berooft jou. Waarom? Die duivel berooft ons. Waarom? Ons is Gods kind. Want ik wil die wereld een ding
kinders wees. Everybody wereld wees. Dat ik met mijn kennis die woestijn zal trekken. Dat wil die wereld wees. Dat ik met mijn kennis die wapen zal opkloppen. Dat ik met mijn kennis en die doorkennis